Een hele goede morgen allemaal in Nederland. Een Nederlandse video. Ik ga een Nederlandse uitleg doen hoe je een wallet die anoniem is, dus bijvoorbeeld de MetaMask of bijvoorbeeld een Trust Wallet of welke andere wallet je ook die je op je telefoon hebt staan, kunt connecten met Apex Pro, een decentrale exchange, en toch traden zoals je altijd gewend bent om te traden op bijvoorbeeld Binance of Bybit of alle andere exchanges. Hoe je dit nu in een decentrale manier kunt doen, anoniem op een exchange. Heel veel vragen over gehad en ik ga jullie nu uitleggen hoe eenvoudig het eigenlijk is om die wallet te connecten. Het voordeel van deze manier van traden is dat jij nooit je bitcoin stuurt naar die exchange. Jouw bitcoins blijven altijd, of je Ethereum of alle andere tokens, in jouw eigen controle, op jouw eigen wallet. Jij hebt full control. Als die exchange stopt te bestaan, staan jouw bitcoins, Ethereum en andere tokens nog steeds in jouw wallet. Jij connect jouw wallet naar deze exchange Apex Pro en daarmee heb je de mogelijkheid om te traden. In de toekomst zelfs, het duurt nog een week of twee, kun je zelfs spot traden. Dus je kunt zelfs spot kopen en verkopen. Nu alleen nog maar leverage. Maar je kunt traden zoals normaal, alleen met het beheer van jouw tokens in je eigen wallet. Dus heel veilig. De eerste stap die we gaan nemen is mijn gezicht eens even wat kleiner te maken. Eens even kijken, zo. En dan gaan we me hier neerzetten op het scherm. Ik ga deze video niet editen, jongens. Ik ga het gewoon zo goed mogelijk voor jullie doen. Zonder dat ik te veel fouten maak. Apex.exchange, dat is het domein waar je heen kunt gaan om inderdaad alles te zien. Nou, self-custody, speed and security, DEX with Apex. Ja, in het Engels. Maar nu staat daar boven een wereldbolletje. Als je daarop klikt, dan kun je kiezen voor de taal. Nou, jullie willen waarschijnlijk geen Bahasa Indonesia, maar Nederlands. En dan krijg jij alle taal in het Nederlands. Hier kun je lezen hoe het werkt. Eigen beheer, snelheid en beveiliging, DEX met Apex. Je kunt handelen op Omni of handelen op Pro. Dat zijn twee verschillende varianten. Wij zullen kiezen voor Omni. Nou, je kunt zien dat het handelsvolume $73 biljoen is. Dus ja, deze exchange wordt al gigantisch veel gebruikt. Het totaal aantal transacties is 80 miljoen. Open interest 46 miljoen. Nou, je kunt op deze website alles zien welke pairs er allemaal zijn. Je hebt Bitcoin, Ethereum, AVAX, Pepe, Doge, BNB. Ja, eigenlijk alle populaire tokens die je mee wilt zijn aanwezig. Nou, je ziet de voordelen, het is multi-chain, het is cross-chain. Je kunt dus verbeteren flexibiliteit, gebruikersgericht ontwerp. Nou, allemaal de voordelen. Ga naar de website en ga er allemaal doorheen lezen. Je kunt ook zien dat we dan Omni hebben, Pro hebben, staking hebben. Ja, dat is liquidity providing. Nou, de bot, daar is heel veel mogelijk. Wat ook mogelijk is op een Bybit of een Binance. Nou, je ziet ook de roadmap, waar we zo mee uit gaan komen nu. Pre-market handel, ze gaan met spot swap uitkomen nu. Dat betekent dat je gewoon één op één kunt kopen zonder leverage. Nou, vervolgens krijg je nog een gridbot in 2024. Nou, en veel meer andere dingen op Apex Pro. Nou, de eerste stap die je dus eigenlijk moet doen is waarschijnlijk voor de meesten het installeren van bijvoorbeeld MetaMask. MetaMask, als je gaat googlen naar MetaMask, laten we dat eens doen, MetaMask. Dan zul je zien, dat is een website, die heet metamask.io. Op de website van MetaMask, je kunt even lezen wat MetaMask is. Dat is een Web3 wallet, heet dat. Dat betekent, dat is een wallet die in je browser geïntegreerd wordt, waardoor je hem kunt verbinden met allerlei applicaties. Hetzelfde als dat jij een wallet bijvoorbeeld op je telefoon hebt, die kun je ook verbinden met allerlei applicaties, door de scan te doen, dat laat ik je later zien. Maar als je MetaMask wallet installeert, dan komt die te staan in je browser, hier zo, als een soort van appje in je browser. Nou, die kun je gebruiken om te connecten bijvoorbeeld met Apex Pro. De MetaMask wallet werkt heel simpel. Daar kun je je Ethereum heen sturen, daar kun je alle coins heen sturen die je maar wilt. Het werkt echt super makkelijk. Het enige wat je moet doen is hem toe te voegen aan je browser. Nou, je kunt ook naar de webversie gaan kijken. Dan krijg je portfolio.metamask.io. Nou, daar zie je eigenlijk jouw portfolio van bepaalde wallets. Nou, ik moet die wallets wel even afschermen natuurlijk, maar je kunt zien dat bijvoorbeeld in mijn wallet ik OSAC heb, ik heb FSC, ZCXI, Casta. Nou, er zijn heel veel tokens in deze wallet van mij. En die heb ik allemaal in dat wallet zitten. De totale aantallen ga ik natuurlijk niet laten zien aan jullie. Maar hier kun je zien dat deze wallet online is.
Je hebt een pagina waar je de wallet kunt bekijken. Je kunt hierboven kiezen voor send bijvoorbeeld. Dan ga je bepaalde tokens versturen van jouw adres naar een ander adres. Je kunt zeggen welke asset. Het werkt als elke andere wallet. Ik ga niet helemaal uitwerken hoe MetaMask werkt. Maar in elk geval heb je nu een idee ervan dat je in deze wallet gewoon tokens kunt hebben. Dat is je wallet. Het hoeft niet een MetaMask wallet te zijn. Het mag ook een Trust Wallet zijn of een enkele andere wallet. Ik ga je dat nu laten zien hoe je die wallet kunt connecten met Apex. Nou, je gaat dus naar de website. Op die website, wanneer je er aankomt, de website omni.apex.exchange, oftewel via de hoofdwebsite en dan klik je op handel.omni, dan ga je automatisch naar deze website. Het eerste wat je dan ziet is dat het eigenlijk uitziet zoals een normale exchange. Je hebt een chart, je ziet een orderboek, je ziet hieronder je posities. Maar het enige wat je dus niet ziet op dit moment is hoe dat jouw wallet geconnect is, want die is nog niet geconnect. Wij moeten die wallet nog connecten en dat doe je door hier te klikken op Connect Wallet. Zodra je op Connect Wallet klikt, kun je kiezen uit heel veel wallets. MetaMask, Trust Wallet, dat is meestal een wallet op je telefoon, Rainbow, IM Token, Token Pocket, Bitget, zelfs je Bybit kun je rechtstreeks connecten, OKX, Coin98, Coinbase. En als het niet een van deze wallets is, dan kun je altijd een Wallet Connect gebruiken. Dat betekent dan krijg je een QR-code, die kun je dan scannen met je telefoon met de betreffende wallet die je gebruikt en dan wordt die wallet geconnect. Nou, ik gebruik even voor de eenvoud MetaMask. Als ik dat doe, dan gaat hij mij zeggen, hey, welke MetaMask wallet wil jij connecten? Nou, ik zeg deze wallet, dan zeg ik Next. Dan zeg ik confirm, ik zeg die wallet, ik zeg dan Apex Pro mag deze dingetjes allemaal op mijn wallet zien. Dan zegt hij connecting, connect je wallet. Dan zegt hij, nou, je wallet is geconnect, maar nu moet ik een request zenden, zodat hij ook daadwerkelijk weet en begrijpt dat ik wil connecten met Apex. Send request, nou, die request die moet je signen, dat kost geen geld, dat kost geen fees, je moet alleen maar confirmen, boom, en dan zitten we erin. Nu is mijn wallet geconnect met dus Apex Pro, guys. Op dit moment zitten deze nog dus allemaal in mijn eigen wallet. Om mijn funds nu te kunnen gebruiken op Apex Pro, moet ik hier op deposit klinken, aan de rechterkant. En dan kan ik zeggen, nou wat wil ik depositen? Bijvoorbeeld Ethereum, en dan zeg ik de multichain. Je kunt kiezen voor de Ethereum blockchain of Arbitrum of BNB. Nou, welke Mantle, Base? Nou, wij kiezen voor Ethereum. USDT. Nou, wij willen $500 depositen. Nou, dat gaan we doen. Enable USDT. En ik ga jullie uitleggen wat er nu gebeurt. Je gaat nu een stap approven dat je dus inderdaad USDT mag treden op jouw wallet. Nou, dat duurt eventjes, het signen. Dit zijn allemaal stappen die je moet doorlopen, die super veilig zijn, maar die jou dus, die Apex Pro dus toegang geven tot jouw wallet. Succes, approval. En nu mag ik confirm deposit doen. En nu deposit ik dus eigenlijk $500 van mijn wallet, van mijn basis wallet, naar een gedeeltelijke nieuwe wallet die ook van mij is, maar waar Apex Pro toegang tot krijgt. Dat is heel belangrijk. Apex Pro krijgt dus niet toegang tot jouw volledige wallet. Dat wil je niet. Je wilt niet dat ze alle toegang tot alle cryptocurrencies hebben in je wallet. Je wilt dat ze alleen maar toegang hebben tot bijvoorbeeld een klein beetje USDT. En dat is eigenlijk wat nu gebeurt. Nu is dus een nieuwe wallet gecreëerd op jouw eigen wallet. Een nieuw adres als het ware gecreëerd. En in die wallet heb je nu $500 gestort. En dat is het enige waar Apex nu toegang tot heeft en waar je dus mee mag treden. En dat kun je dus dadelijk zien, dat er dadelijk $500 in mijn account staat en daarmee kan ik dan treden. Dit kan overigens wel enkele minuten duren voordat het erin staat. Het is natuurlijk een Ethereum transfer die je doet, dus we moeten het even tijd geven dat deze funds gearriveerd zijn om te treden. Tot die tijd ga ik vast wel door met wat andere dingen uitleggen, want je kunt zien dat ze dus al volop bezig zijn ook met de spot market. Want hieronder, dat is de deposit die we gedaan hebben, je kunt ook transferen hieronder op de bodem. En dat betekent je kunt van spot naar perpetual en perpetual naar spot. Dus van leverage traden naar normaal traden. Twee verschillende wallets in Apex. Hetzelfde als bij Bybit, soms wil je spot traden en soms wil je leverage traden en dan moet je ze verplaatsen. Het werkt op Apex Pro precies hetzelfde als op Bybit. Nou, de funds zijn nog niet binnen, dus het duurt nog eventjes waarschijnlijk. Dus even voor alle duidelijkheid. We hebben nu dus een MetaMask wallet geconnect met Apex Pro. We hebben dus gezegd, hey, van die MetaMask wallet storten we een klein beetje dollars
naar een wallet in mijn eigen beheer ook wel, maar die geconnect is met Apex Pro. Dus Apex Pro heeft alleen toegang tot die wallet, tot die $500 die ik gestart heb. Dat is super veilig. En daar kun je dus mee gaan traden nu. Het voordeel van dit systeem is dat, wat dan ook gebeurt met Apex Pro, jouw 500 USDT staan nog steeds in jouw wallet. Je hebt nog steeds volledig toegang tot jouw funds. Dus wat met FTX gebeurd is, het faillissement, waardoor mensen hun crypto kwijtraken omdat het allemaal nog in die exchange stond, kan hier niet gebeuren. Jij hebt controle op je crypto. Dat is het voordeel van traden op een decentralized exchange. En dat was al mogelijk met Uniswap, maar als we meer swappen, hier op Apex Pro kun je echt traden. Je kunt long gaan, je kunt short gaan en je kunt spot kopen. Dus je kunt gewoon je favoriete tokens kopen. Hierboven kun je de pair kiezen, BTC, USDT bijvoorbeeld. Je kunt dus Bitcoin traden, je kunt Ethereum traden, je kunt Sol traden, je kunt Ton, Doge, ENS, NOT. Nou, er zijn gigantisch veel paren die je kunt traden op Apex Pro, net zoals op Bybit, gigantisch veel paren. Nou, als je bijvoorbeeld Bitcoin zou willen traden, nou, Bitcoin USDT, dat is deze, dan kun je dus gewoon zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld 1 Bitcoin kopen hierboven. En dan kun je long gaan of short gaan. Nou, je kunt natuurlijk een leverage instellen. Hij staat nu op 20x, wat een beetje erg hoog is. Je kunt zelfs tot 100x treden. Dus dat betekent dat je 100 keer jouw bedrag leent van Apex Pro. Maar laten we eens lekker veilig spelen met een 2x bijvoorbeeld. Confirm. Als je met een 2x traint, dan kun je long gaan. Dan zie je dat kost jou dat $35.000 nu om 1 bitcoin volledig te traden. Waarom? Je leent 1 bitcoin, 2x, dus je hoeft maar de helft te betalen om die long te kunnen doen. Zo simpel werkt het. Short, dan zeg je dus dat de markt omlaag gaat. Ik zou niet durven short gaan, we zitten op 70.000. Ik zou long gaan tot 72.000, dat is wat de resistance is. Maar dan kun je dus een long openen. We hebben nu geen funds erop, dus we kunnen dat nu nog niet doen. Maar dat is inderdaad hoe je een trade opent. Nou, hier kun je ook zeggen, nou, ik wil 25% van mijn kapitaal, hè, van alles wat ik heb in bitcoin zetten, of 50%. Het werkt super eenvoudig hoe je een trade opent. Nou, dat kun je doen voor bitcoin, dat kun je dus ook doen voor Ethereum. Dan kun je dus ook een long of een short openen. Je kunt zeggen, ik wil 10 Ethereums. Nou, dat is dus €1.300 met een 20x, hè, want je leent een gedeelte. Dit is allemaal mogelijk in Apex Pro. Het werkt super makkelijk. En als we dan straks gaan swappen, dit is dus traden met leverage, long en short. Dan gaan we dadelijk in deze versie komen. Die is nog niet publiek gemaakt voor iedereen. Dit is nog een testversie waar ik toegang tot heb. Ik ga even wel wallet connecten in die testversie, dat je wel kunt zien hoe hij werkt. Nogmaals, dit is een testversie. Nog niemand heeft toegang. Ik heb toegang omdat ik een van de investeerders ben van het begin af aan in Apex Pro. Maar hier kun je dus zien dat je kunt kiezen tussen de Base netwerk of Ethereum netwerk. En dan kun je al deze tokens zien. Hè. Dan kun je Trump zien of MAGA zien of wat dan ook. Nou, als je deze bijvoorbeeld wilt, hè, dan kun je erop klikken. En dan kun je die kopen. Dus je kunt hem gewoon kopen. Je hebt een assessment hierboven staan. Hè. Is het een goede token? Hè. Is het allemaal veilig? Dit is eigenlijk allemaal in de nieuwe versie waar je kunt swappen. En dan kun je zeggen, nou goed, ik heb 1000 USDT die ik daarvoor wil gebruiken. Of 100 USDT. Dan zegt hij, hey, dan krijg je 430.750 MAGA voor. Dan klik je op buy en dan heb jij die MAGA's gekocht. Zonder long, zonder short. Dit is eigenlijk wat mogelijk is over een week. En kun je dus gewoon spot kopen en verkopen. Wat nu heel belangrijk is om te begrijpen is, jij hebt een anonieme MetaMask wallet waarvan niemand weet dat die van jou is, geconnect met een exchange waar jij geen KYC hebt hoeven doen. Je hebt geen paspoort laten zien, je hebt geen account hoeven te creëren, je hebt geen proof of address hoeven te doen, je hebt niks hoeven te doen. Je bent naar de website gegaan en je hebt gezegd connect wallet. Niemand weet dat de website door jou gebruikt wordt. Niemand weet dat de wallet die jij connect van jou is. Je treedt volledig anoniem. Zowel longs, shorts als leverage. Het is vrij eenvoudig. Het enige wat je moet doen is een MetaMask wallet installeren of een Trust wallet installeren op je telefoon. MetaMask heeft ook een app op de telefoon. Kun je gewoon installeren in de App Store. Gewoon downloaden. MetaMask en Trust wallet. AUB, de seed phrase, de 24 woorden. Ergens opstaan als backup van die twee wallets. Die wallets niet connecten aan je e-mailadres, niet connecten aan whatever bepaalt dat jij het bent. Anoniem doen. Vervolgens ga je deze wallets connecten met Apex Pro, zoals ik het je net heb laten zien. Heel simpel. Naar de website gaan, connect wallet,
jouw wallet connecten door te scannen van je QR of door de interne wallet te gebruiken in jouw browser en je kunt traden. Meer van dit soort content ga ik natuurlijk maken dadelijk in onze VIP-omgeving. En daar ga ik ook wat dieper op in en hoe je de trades opent en hoe je de trades zet, etc. Maar dit is in elk geval hoe Apex Pro de basis werkt. Hoop dat jullie hier wat aan hebben. Hoop dat jullie hiermee ook daadwerkelijk begrijpen dat je nog altijd je crypto apart kunt houden van het reguliere systeem, waardoor je dus op een creatieve manier het betalen van bepaalde diensten kunt ontwijken. Nou, ik hoop dat ik dat heel duidelijk zo heb gezegd. Dankjewel voor het kijken, geef het een duimpje omhoog en hopelijk heb je er wat aan.